Beste Kathleen, enerzijds begrijp ik volledig dat u na zoveel jaren als Vlaams volksvertegenwoordiger nieuwe politieke uitdagingen opzoekt. Zeker omdat je nu als provinciaal deputé aan de kant van de uitvoerende macht komt te staan. Maar anderzijds vind ik het bijzonder jammer dat iemand met zoveel ervaring dit halfrond verlaat. Die ervaring is immers nodig om een kwalitatief goed parlement te kunnen zijn. Dossierkennis, inzicht in de procedures van het parlement en kennis van de kneepjes van het vak kan je alleen maar door de jaren heen opbouwen. Ik vind het bovendien spijtig omdat u niet het eerste de beste parlementslid was. In het begin zat u nog in de schaduw van de alomtegenwoordigheid van voormalig Vlaams minister en parlementslid Luc Martens. Hij heeft trouwens ook nog naast gezeten. Dat was zeer interessant, moet ik zeggen. Maar door de jaren heen stelde u zich meer en meer op het voorplan, want bij deze legislatuur resulteerde in het voorzitterschap van de commissie Onderwijs. Onderwijs vormt dan ook de belangrijkste rode draad in uw politieke werk. U was meegangmaker van de hervorming van een reeks belangrijke onderwijsdossiers, zoals de totstandkoming van de CLB's, de nieuwe eindtermen en het M-decreet, om er maar enkele te noemen. Ik ben ervan overtuigd dat u met de ervaring die u hier in het parlement hebt opgedaan voor de Kempenaars heel veel zal kunnen verwezenlijken. De initialen van uw naam, met de K voor Kempen en de H voor Herselt, vormen alvast een mooie slogan voor uw volgende provinciale verkiezingen. Beste Kathleen, het was een voorrecht om hier als collega met u te mogen werken. Ik wens u veel succes toe met uw verdere loopbaan en ik kom u ongetwijfeld een keer opzoeken op de bestendige deputatie van Antwerpen. Dank u wel. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.